Hallo allemaal, ik ben Wan de Boezekol, gouverneur bij HCS Company. En vandaag willen jullie kijken naar een policy agent voor Kubernetes en OpenShift genaamd Kiverno. We hebben in het verleden hier op dit kanaal naar andere policy agents gekeken. We hebben een keertje gekeken naar OPA Gatekeeper, Open Policy Agent. Die gebruikt de Rego-taal. Staat hier onder het filmpje gelinkt ook. En Rego is hartstikke krachtig. Ik ben dol op Rego. Het lijkt een beetje op een functionerende programmeertaal. Maar niet iedereen is even dol op Rego, want het is wel een leercurve waar je even overheen moet voordat je dat mee kan. We hebben ook gekeken naar het maken van je eigen admission webhook controllers en je eigen mutating admission webhook controllers. Nou, validating en mutating. Daar zit nog ook een flinke leercurve aan, want je moet natuurlijk zelf gaan schrijven. Jij bijvoorbeeld gaan in Python, maar je kan ook in Go of in Rust of wat dan ook gaan doen. Maar je verliest wat flexibiliteit in deployments of aanpassen. En je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgen dat je echt alle randgevallen gaat voldoen en alles. Er is ook een ander alternatief, dat heet Kiverno. En Kiverno probeert dit te doen met standaard Kubernetes objecten ook. Je raakt me van de flexibiliteit van Rego kwijt en helemaal van de flexibiliteit van het zelf doen. En daarentegen krijg je een eenvoudigere policy taal, want hij is gewoon gebaseerd op Kubernetes. Dus dingen als key, operator, value, om testen te doen, zoals je een node selector zou schrijven bijvoorbeeld ook. Voor de wat leukere dingen gebruikt het wel JamesPath om met de inkomende JSON-objecten te werken. En als je niet van Rego houdt, hou je misschien ook niet van JamesPath. En als je wel van Rego houdt, hou je misschien niet van JamesPath. Zelfs als je van JQ houdt, hou je misschien niet van JamesPath. Maar misschien ben je er ook dol op. Ik weet het niet. Ik ben niet zo'n fan van JamesPath, vind het nogal snel onleesbaar worden. Maar Kiverno kan het wel. Er is één ding wat we met Kiverno konden, wat we met Gatekeeper niet konden. Met Gatekeeper konden we wel mutating regels maken, ook om objecten aan te passen op mensen aangemaakt worden. Maar we waren redelijk gelimiteerd met wat we daarmee konden. Want je mocht geen variabelen gebruiken of dingen uit het object in die mutate. En bij Kiverno kan je dat wel doen. Dus, voorbeeld, heb ik een repootje gemaakt, dat staat ook hieronder gelinkt, met twee policy voorbeelden. En dat zijn dezelfde policy voorbeelden die we voor onze mutating admission webhook gebruikt hebben. En die we gebruikt hebben voor Gatekeeper, dezelfde use case. Als ik hier naar de repo ga, heb ik hier een readme staan. En als ik die readme ga lezen, dan staat hier ook in. Oké, wat hebben we nodig? Nou, moet Kiverno geïnstalleerd hebben op je cluster? Dat heb ik gedaan. Dat gaan we deze video niet doen. Je kan het met Argo CD doen volgens de websites. Hoe Kiverno elkaar zit is niet zo fijn. Ze hebben een Helm chart, die kan je gewoon gebruiken. Er is nog geen operator voor OpenShift voor Kiverno. Helm chart installeert redelijk makkelijk. Helm repo add, Helm install, Kiverno, Kiverno, min zetten, replica account is 3. Nou, Kiverno hebben we geïnstalleerd. Waar ook van uitgaan is dat de groepen op mijn systeem waar ik regels voor wil zetten, dat die allemaal groepsnaam min subgroepnaam hebben. Bijvoorbeeld foobar min dev. Ja? Clusteradmin gewoon zonder minnetje telt ook. Dan wordt clusteradmin gewoon mijn prefix. Maar dat eerste stukje, dat foobar min, gaan we steeds de prefix noemen. En hetzelfde gaan we voor namespaces doen. Ik ga er ook vanuit dat de namespaces op jouw systeem geprefixed zijn met van welk team ze zijn. Dus foobar min CICD is van het foobar team. En mensen uit de Foobar Dev groep, mensen uit de Foobar ADM groep zijn allemaal van het Foobar team ook. Ik wil ook dat mijn gebruikers zelf namespaces mogen provisionen. Voor gewone gebruikers via een project request, service accounts ook via het aanmaken van een namespace als ze willen. Dus of je moet zelf provisionen niet ingetrokken hebben op OpenShift, of je moet het aan selecte groepen wel weer gegeven hebben. Standaard staat System Authenticated erin. Dat kan je wel halen, maar dan moet je andere mensen die rechten gaan geven. We gaan er ook van uit dat elk team een min CICD namespace heeft waar ze hun Tekton in draaien, waar ze hun Argo CD in draaien, waar ze een andere build en deploy tooling in draaien voor dat team. Het is wel belangrijk voor het geven van rechten aan de service account van hun. Wat willen we nou bereiken? Nou, gewone gebruikers moeten projecten kunnen aanmaken, maar alleen als die beginnen met hun eigen gebruikersnaam of een prefix van een van hun teams. Dus als ik ga kijken met OCADM getgroups, gewoon OC getgroups, gebruiker developer zou een namespace developer min nog iets moeten mogen aanmaken en foobar min nog iets. Terwijl wander mag cluster admin min nog iets, foobar min nog iets en is het friday min nog iets en wander min nog iets aanmaken. Dus gewone gebruikers zijn gelimiteerd op hun user prefix of de prefixen van de groepen waar ze in zitten. Service accounts worden gelimiteerd op dezelfde prefix als de namespace waar ze uitkomen. Dus een service account uit een foobar min CICD namespace limiteert op foobar.
een service account uit. De nog iets min dev namespace is gelimiteerd op nog iets min. Maar de postfix van de namespace waar ze in zitten moet ook eindigen op min CI/CD. Die kan je eraf halen als je wil. Maar ik vind dat mensen maar vanuit één plek zouden moeten deployen naar clusters. Vanuit hun Argo CD bijvoorbeeld of vanuit hun Tekton account. En niet vanuit meerdere namespaces door elkaar heen. Dit kan je ook met Airbag afdekken. Van die geeft die andere service account gewoon geen rechten. Maar we kijken nu per se zit je in zo'n CI/CD namespace. Extra doelen. Ik wil dat namespaces die aangemaakt worden automatisch een labeltje quota group krijgen met daarin de korte namespace prefix. Zodat ik die als matcher voor mijn cluster resource quota's kan gaan gebruiken. Dus als iemand van Foobar een namespace Foobar mee nog iets aanmaakt, telt alles in die namespace tegelijk mee voor hun cluster resource quota. Hoef ik niet naar de hand te gaan lopen labelen. Dus gaan we kijken. Hoe gaan we dit met Piverno policies oplossen? Dan ga ik beginnen met de makkelijke, dat is het labelen van de namespaces. Als ik die pak, label namespaces, is een Kubernetes object, type cluster policy. Dus niet bij Gatekeeper dat je eerst een template maakt, een constraint template en dan een constraint naar de template wijst met waardes. Alles in één. Minder flexibel, wil je iets voor andere naampjes doen, wil je dat CI/CD aanpassen, moet je gewoon een duplicaat van de policy maken voor andere waardes. Maar ik noem hem label namespaces. Twee annotaties, een titel voor Kiverno en een description. Dat is dat je een makkelijk in overzicht eens kunt zien. Nou, description is wat we net hebben uitgelegd. Ga naar de regel kijken. Validation, failure action. Wat moeten we doen als het valideren nou niet lukt? Nou, ik valideer hier niet in dus. Hè? En als het muteren niet lukt, nou ja, doen we niks. Er zou een validatieregel zijn, zouden we enforcen. Zouden we op audit zeggen? Oh, je komt niet door regels heen. Het mag gewoon, maar we maken een rapportje. Op enforce. Oh, je komt niet door de regels heen. Weg. Background false. Dit gaan we niet in de achtergrond doen. Voor een mutating regel zou je dat kunnen doen. Dan laat hij het object eerst aanmaken. Gaat hij daarna op de achtergrond aanpassen. Ik wil gewoon in één keer aangepast hebben. Ik wil niet dat we even zonder label draaien. Dan krijgen we rules. Zo'n rule bestaat uit een aantal stukken. Ik heb een naam, een match, preconditions. We gaan er allemaal bij komen. Eerst de naam. We heten add quota group label. Dan context. Context is niet verplicht om te hebben. Maar hier kan ik variabelen gaan zetten die ik in de rest van mijn regels kan gaan gebruiken. Ik zet nu een variabele namespace prefix. Ja. En die ga ik zetten op het JamesPad. Ik mag ook value doen en tussen twee dubbele accolades JamesPad gebruiken. Maar ik heb alleen maar JamesPad nodig. Hier niks extra's. Let even op. Ik gebruik hier request.object.metadata.name. Dat betekent dat alleen maar bij nieuwe requests voor het aanmaken of het updaten van objecten we door deze regel heen kunnen. Zet je nou hieronder, onder mijn mutate, ga ik bezig met target en dan weer hetzelfde als resources, kinds, namespace. Dan gaat hij ook bestaande objecten muteren. Bij bestaande objecten heb ik geen request object. Dan moet ik, laten we request.object.metadata.name, moet deze regel gaan omschrijven naar target.metadata.name. En dat is dan het object wat we aan het muteren zijn. Dat zouden we ook kunnen doen. Ik hou me even op request.object. Maar hou er rekening mee dat als je hem alles wil laten muteren. Dat doet. Ik wil niet dat hij alles overal aan gaat zitten. Ik zeg bij het aanmaken van een namespace zetten we dat labeltje. En als een admin hem daarna aanpast. Dan blijft hij aangepast. Dan gaan we hem niet weer terugzetten. Nou, dan gaan we dan nog matchen. We hebben dus een JamesPad gedaan. We pakken dus van het object wat van mijn request er binnenkomt. Pakken we het veld metadata name. Die gaan we splitten op een minnetje. Dat is hier die splitfunctie. En daar nemen we dan index 0 van. Nou, dit leest gewoon alsof het Python is. Is het niet, is JamesPad. Als we straks bij die restrict namespaces aankomen, zie je wel wat het verschil is. Maar deze is nog even makkelijk te lezen. We splitsen de namespace naam op een minnetje en dan pakken we het eerste gedeelte van. Dus foobar min nog iets min CI/CD wordt foobar. Clusteradmin wordt clusteradmin. Default wordt default. OpenShift min nog iets wordt OpenShift. Matchen we alleen maar op namespaces. Voor de rest niet op alle andere objecten. Dat scheelt, hè, want we hoeven niet alles te labelen. En dan hebben we preconditions. Preconditions zeggen, we moeten aan deze condities voldoen. Anders gaan we de rest van de regel niet uitvoeren. Dat is heel handig om te splitsen van welke regels. Dus het is een service account, is gewoon een gebruiker, et cetera. Nu hebben we hier staan all. Je mag ook any gebruiken. Bij any moet één van deze dingen waar zijn om de regel uit te voeren. Bij all moeten al de dingen van de lijst waar zijn om uit te voeren. Ik mag zo combineren. Ik mag hebben any en all.
dan moet alles uit all voldoen en minimaal één van de dingen uit any. Nesten van condities kan niet in Kiverno. Dat is waar Gatekeeper weer gaat winnen. Maar je kan wel redelijk uitgebreid dingen doen. Ook een hele maand. Dat je natuurlijk met Jamespad variabelen kunt gaan zetten. Waar je op kunt gaan testen aan het begin. Ik heb maar één preconditie. Mijn namespace prefix mag niet in het lijstje OpenShift of Cube zitten. Dan gaan we niet een quota group label zetten. Dus we gaan niet OpenShift min nog iets quota group OpenShift geven. We gaan niet Cube min system labeltje Cube geven. Dus zou je hier ook nog default bij kunnen zetten. Ja, maar die bestaat al, dus die gaan we niet doen. Hm? Ja, zou er tussen kunnen. En dan komen we het mutate gedeelte van de regel uit. Mag ik kiezen tussen een JSON patch 69502 of ik heb dat nummertje nooit op mijn hoofd, of een strategic merge patch. Nou, ik ga voor een strategic merge patch, dat leest wat fijner dan zo'n JSON path ding. Ik zeg in metadata labels gaan we quota group zetten op namespace prefix. Maar wacht, Roubaix, wat zijn nou dat plus haakjes om een quota group heen? Dat is een conditional. Dat betekent dat we dit alleen maar gaan doen als die quota group variabele nog niet gezet was. Dus we voegen hem toe, maar we updaten hem niet. Je hebt nog een paar andere dingen. Je kan ook kijken van als dit labeltje gezet is, zetten we dit labeltje en anders niet. Of als het labeltje niet gezet is, of wel gezet, gaan we hem juist zetten, verwijderen we hem. In dit geval plusje betekent gewoon als hij er nog niet is toevoegen. Ga ik deze regel activeren? Ik zeg OC create min F label namespaces. Ik heb nog geen restricties gezet op wat ik wel of niet aan namespaces kan doen, dus dat scheelt. Zeg ik nou gewoon OC create NS. Ik ben een cluster admin, dus ik mag gewoon rechtstreeks een namespace aanmaken. Flops min test. En ik zeg OC get NS flops min test min O YAML. Wat krijgen we dan? Quota group. Flops als labeltje erop. Er zijn ook wat andere labels bijgekomen. Dat komt door, ik zit op OpenShift 4.11. Die doet automatisch die baselines erbij. Audit, warn. Hè? Maar deze heeft gewerkt. Hm? Probeer ik nou een namespace aan te maken. OC create NS OpenShift min test. Ik ga die opvragen. Dan zou ik het labeltje daar niet op gehad moeten hebben. Hm? Moet ik wel jammer leren typen, hè. En zie, die heeft geen quota group labeltje gehad, want kwam niet door die QoS heen. Doe ik OC get sepol. Sepol is cluster policy. Ik kan ook sepol R doen, cluster policy reports. Hij heeft geen report voor deze cluster policy, want het is geen enforcing ding. Hij heeft hem nog eens tegengehouden. OC delete NS OpenShift min test. Die mag wel weg. Gaan we kijken naar die tweede policy. Restrict namespace names. Je ziet aan het bestand dat die iets groter is. Ongeveer 4 keer zo groot. Ik heb gewoon wat meer regels in zitten. Cluster policy. Restrict namespace names. Ik heb een titel en een omschrijving eromheen zitten. Pim wordt helemaal gek voor de syntax highlighting. Ik moet dubbele punten gebruiken binnen YAML. Hebben we hier de spec. Hier staat validation failure action. Staat op enforce. Kom je hier niet door deze validatie heen, zeggen we gewoon nee. Zeggen we op audit, blijven we ja zeggen, maar auditen we het in je cluster policy report. Niet op de achtergrond en wat regels. En deze heeft 2 regels erin zitten. We gaan ze allebei bekijken. Ik heb eerst de regel user validate ns namespace name. Context, ik ga een variabele zetten, net zoals we het label deden. Ik noem hem allowed group namespace prefixes. En dan gaan we met dit stukje Jamespath doen. Allow user namespace prefix is wat makkelijker te doen met dit stukje Jamespath. Die heb ik ook in een value staan, dat ik niet later nog weer een string eraan vast moet plakken. Laten we eerst die kijken. Request is het binnenkomende request. Daar hebben we op een object in zitten voor het object wat mensen proberen aan te maken. Maar ook .userinfo met de username, user namespaces, user groups van iedereen die probeert aan te maken. Dus we kijken userinfo.username min. Dus als gebruiker Wander dit doet, wordt het Wander min nog iets. Doet gebruiker Pietje net, wordt het Pietje min ster. Die allow group namespace prefixes moeten we even een stukje Jamespath leren lezen. We beginnen met request.userinfo.groups. En dat is een array waar allemaal groepsnamen in zitten. En dat is, in mijn geval is dat clusteradmin, foobar-dev, is it friday-dev, systemauthenticated, systemauthenticated, oauth en misschien nog wel een paar van die groepen met een dubbele punt in de naam.
Die groepen met een dubbele punt in de naam wil ik hier niet in hebben. Want iedereen zit in van die groepen met dubbele punten. Iedereen zit in System Authenticated OAuth. Ik wil de echte groepen hebben, niet de systeemgroepen op de achtergrond. Dus wat doen we nu hier? We gaan deze groep een projectie van maken. Dat is die rechthoekige haken met die syntax hier tussen. Wat ik ga doen? Vraagteken. Ik ga queryen of de waarde bevat, contains een add is de huidige waarde uit de array, want we loopen over de array heen. Dat is een soort van list comprehension in Python. Dubbele punt. En dat moet false zijn. Ik had ook not contains dubbele punt kunnen doen. Deze staat wat explicieter. Dus op deze manier fiddelen we alle groepen met een dubbele punt in de naam eruit. Dan doe ik twee rechthoekige haken hier achteraan voor een flatten. Want het kan zijn dat we hierdoor een geneste array hebben gekregen. Ja, het is James Pot. Je hoeft er niet blij van te worden. Flatten betekent gewoon dat een eerste niveau geneste array alle elementen binnen de parent terechtkomen. Dan doen we nog een keer een projectie. Alleen dit keer doen we een projectie door een functie te gebruiken. Ik zeg split. En tot hier. Wederom die add. We gaan over elk element van de lijst heen lopen. De add vervangen we door het element. We zeggen split op min. En dan pakken we index 0 van. Dus groep foobar min dev wordt foobar. Groep openshift min users min authenticated wordt openshift als je die groep zou hebben. Dan doen we weer een flatten. Dan gaan we weer verder met een punt naar de volgende stap. En dan ga ik een join doen op elk element van de lijst. Ja. Ga ik veranderen. Ik ga add, dus de waarde die ik nu had, en ster ga combineren met een minnetje ertussen. Het is een hele vieze manier om dat min ster erachter te krijgen voor elke entry. Dus de groepen die ik had, ik zat in foobar min CICD, of foobar min dev, dat wordt nu foobar min ster. Ik zat in cluster admin, dat wordt cluster admin min ster. Ik zat in isitfriday min dev, dat wordt isitfriday min ster. Ik zat in system authenticated, die hebben we weggelaten. Ik zat in system authenticated OAuth, die hebben we weggelaten. Dus ik heb nu een lijst gewoon met mijn namespace prefixes min ster per stuk. En dat gaan we straks gebruiken. Wat gaan we doen? Onze regel waar we mee bezig waren gaat matchen. Ik moet aan één van deze dingen voldoen, any. Ik kan net zo goed all kunnen gebruiken in dit geval. Want één of één van één of alles van één is hetzelfde. Maar het gaat om het idee. Resource moet een project request of een project zijn. Express geen namespace. Gewone gebruikers horen op OpenShift geen namespaces aan te maken. En die rechten ga je zo niet geven. Ze horen of een project request te gebruiken als ze self-provisioning doen. Of het hoort via een CD-tool als Argo CD te gebeuren die het voor ze invult. Maar je zou namespace kunnen toevoegen als je wil. Dat ga je niet tegenhouden. Dus we gaan matchen op project request en projects. En we hebben wat preconditions. We gaan deze regel alleen maar uitvoeren als request.operation. En dat kan zijn update, create, delete, nog een paar andere dingen. Als dat create is. Dus het aanmaken van een nieuw project of project request. En service account name moet leeg zijn. Kiverno kijkt naar de user info. Ziet hij dat het een service account is die het doet. Gaat hij automatisch het service account name en service account namespace veld vullen voor je. Als een gewone gebruiker is service account name leeg. Als een service account is service account name en service account namespace gevuld met je namespace en je naam. Deze geldt niet voor service accounts, alleen maar voor reguliere gebruikers. Dus service account name moet de lege string zijn. Dan krijgen we een validatieregel. We hebben een message. En die message zegt, als deze regel nou zegt van dit mag niet, sturen we dit naar de gebruiker terug. En hier zeggen we, de enige namen die je mag gebruiken zijn degene die beginnen met allowed group namespace prefixes. En die ga ik even met comma spatie van elkaar. En allowed user namespace prefixes. Wat voor soort regel is dit nou? Is dit nou een allow of een deny regel? Nou, ik heb hier deny staan. Anders was het gewoon conditions geweest. Dus deze regel zegt, als je aan deze condities voldoet, gaan we een deny geven en anders mag het. Omgekeerde hiervan, als het een allow regel is, je moet aan deze condities voldoen of je krijgt een deny. Nu zeggen mijn conditions all. Dus we moeten aan alle drie de condities die hier staan voldoen. Anders gaan we een deny krijgen. Eerste is object.metadata.name any not in allowed group namespace prefix. Dus ik heb hier een naampje. Dit is bijvoorbeeld foobar min flopsels. En ik heb hier een lijst. En dit is foobar min ster, cluster admin min ster. Dat is wat ik mag. Als ook maar één van deze dingen niet matcht met die, hebben we dus een true.
matcht één van de dingen, ja, hebben we een false, gaan we dus geen deny geven als de andere dingen ook voldoen. Ja. Ja. Key, object per meta per data bename, not in. Allowed username space prefixes, want hè, één van die twee wil ik. Maar ja, als ze allebei niet kloppen, dan hè. Ja. Request object meta per data per name, niet in, OpenShift min ster. Nou, die had ik, kunnen we er gewoon aflaten. Waar stonden we? Ja. Want OpenShift zelf houdt al tegen dat dat OpenShift min ster niet gemaakt mag worden. Even een beetje terugscrollen. Ja. Dit was de volgende regel alweer. Nee. Even zoeken waar ik zat. Want er zaten surfing en nee. Ja, ja. OpenShift min ster. Regel hier, dit stuk. Dit stuk zouden we weg kunnen laten, want OpenShift houdt dit zelf al tegen. Hm. Nou, deze, we zitten met dubbele denials en alles. Dat vind ik niet als een Kiverno. Maar een allow-regel is moeilijker om te schrijven. Dan zou ik met een any moeten gaan en hij voldoet wel met any in. Hm. Maar om als deny-regel schrijven is makkelijker van... Zo had ik hem voor gatekeeper ook, want gatekeeper doet het standaard omgekeerd. We hebben nog een regel. Service account validate namespace name. Dan ga ik drie variabelen zetten. Namespace postfix, namespace prefix en allowed SA namespace prefixes. Namespace postfix is service account splitsen. Huh? Service account namespace splitsen op een minnetje en de laatste daarvan nemen. Dus cluster admin min, nou, laat ik zeggen foobar min CICD wordt CICD. Foobar min flopsels min nog iets wordt nog iets. Default wordt default. Ja. Laatste van het einde, als je er maar één hebt. Service account namespace is splits op een minnetje en de eerste. En allowed SI namespace prefixes is je prefix met min ster erachteraan. Dan gaan we matchen op namespaces, project request en projects. Drie condities waar we allemaal aan moeten voldoen. We zijn een create operatie. Service account naam is niet leeg, dus we zijn wel een service account naam. En mijn namespace prefix zit niet in OpenShift of Cube. Want dat willen we niet aanmaken ook. Hm? En mijn validation message. Dus dat willen we er niet tussen zitten. OpenShift gaat het dan verbieden. Service account from CRGD namespaces mogen nieuwe namespaces aanmaken. Als we met dezelfde prefix beginnen. En dan krijgen we de regels. We gaan het deny doen als aan één van deze regels voldaan wordt. Je namespace postfix zit niet in CICD. Deny. Wil je dat ook uit dev ook mag maken, kan je zeggen dat uit CICD en uit dev postfixes mogen maken bijvoorbeeld. Of metadata per name matcht niet met allow SA namespace prefixes, één van de dingen. Nou, oké, dus foobar min CICD een service account mag foobar min nog wat namespaces aanmaken, andere dingen niet. Laten we deze gaan uitrollen. OC create min F restrict namespace names. Hij moet weer even alle drie mijn pots doorgestuurd worden. OC get sepel. Ze hebben ondertussen ook een reportje voor label namespaces gekregen. Die draai je af en toe. Nou, staat als het goed is, staat die leeg. Maar laten we gaan bezig gaan. OC get groups. Ik ben Wander. Ik ben misschien cluster admin, maar ik ga met nieuw project werken voor project request. Dus ik moet gewoon aan mijn eigen regels voldoen. OC new min project. Flops en flops. Mag niet, want ik zit in de groepen foobar en is het Friday. Ik ben Wander. Zeg ik nou nieuw project Wander min test. Dat mag wel. Maar zeg ik bijvoorbeeld developer min test. Die mag weer niet. Probeer ik foobar min CICD te maken. Die mag. Foobar min dev mag bijvoorbeeld ook. Doe ik nog een keertje die OC get groups. Zie ik, ik zit ook in de Is It Friday groep, maar developer niet. Zeg ik nou OC min min s developer min min s groep is foobar min dev. Als je standaard impersonation doet met min min s, neemt hij de groepen van die gebruiker niet mee. Die moet je zelf echt meegeven op de command line. En ik doe new project. Nou, ik ben nu developer en ik doe developer min test. Nou, die mag ik zo te zien gewoon aanmaken. Ja.
doe ik er nou foobar min, nou laten we zeggen, acceptatie. Dat mag gewoon. Maar probeer ik nu bijvoorbeeld is it Friday min CRGB aan te maken. Nee, mag niet. Oké. Okay. Volgende, service accounts. OC project foobar min dev. OC get SA. Ik heb een service account pipeline, die ga ik misbruiken. OC ADM policy. Add cluster role to user. Laten we de basic user role pakken. Basic user en die geven we aan pipeline. En self-provisioner geven we aan pipeline. Alleen self-provisioner aan een service account geven betekent dat ze nog steeds geen nieuw project request mogen doen. Ik zou hem nu cluster admin kunnen maken dat hij ook namespaces mag aanmaken. Maar dit gaan we gewoon met project demo. We matchen op alle drie. We zitten nu met het foobar dev account. Dus zeg ik nu OC min min S is system service account foobar min dev. Nieuw project foobar min prod. Je zou denken hetzelfde prefix. Zou moeten mogen. Ik heb hem toch zelf provision. Moet ik wel zeggen dat die pipeline is ook, hè? Met service account. Mag niet. Mag echt wel, maar... Ik zeg foobar prod. Mag niet, want ik kom niet uit de CI/CD namespace. Dus we gaan niet eens verder kijken. Preconditions niet gemet. Maar hij zegt, je voldoet niet aan je regels. Oké. Okay. We OC project foobar min CI/CD. Doen we die self-provisioner geven we aan pipeline. Basic user geven we aan pipeline. Gaan we dan proberen. As service account foobar min CI/CD. Mag die foobar prod maken? Ja, die mag wel foobar prod maken. Maar proberen daar bijvoorbeeld wander min prod mee te maken. Zegt hij ook weer van, nee dat mag niet, want je voldoet niet aan de regels. Ook als we leuk gaan kijken, als ik doe OC get namespace min min show labels. En ik grep op foobar. Dan zullen we die label namespaces regel wel ook. Dus al die dingen hebben gewoon netjes quota groep foobar, quota groep foobar, quota groep foobar meegekregen. Die we net allemaal hebben aangemaakt. Ja, want die regels werkt ook nog die mutatieregel. Dus dat was hem alweer voor vandaag. Wat hebben we nou gezien? Inferno. Policyregels schrijven, hetzelfde als met gatekeeper deden, maar andere syntax. Hetzelfde idee, afdwingen wat je gebruikers en je geautomatiseerde tools op je platform kunnen doen. Ben ik expres voor dit multi-tenant voorbeeld gegaan, want de Kiferno website zelf heeft een grote policy library waarop staat van het afdwingen dat mensen niet min latest, dubbele punt latest gebruiken voor hun container images. Of dat ze netjes de goede SecCom profielen op hun deployment zetten en alles. Dat zijn vaak de makkelijkere voorbeelden, daar zitten die libraries vol mee. Dit voorbeeld waar je zulke stukken James-platform moet schrijven, kon je meestal niet tegen. Maar dat is wel de vraag die wij van klanten krijgen. We willen multi-tenancy, maar we willen wel dat onze teams hun eigen namespaces mogen aanmaken met cluster resource quota's. Los het maar op. Zo doen wij dat dus als we Kiverno gebruiken bij een klant die daarvoor gekozen hebben. Dus ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben. Vond je het leuk? Klik op het like-knopje. Wil je er meer van zien? Klik op het subscribe-knopje. Wil je je ei kwijt? Laat wat commentaar achter hier of op LinkedIn. Onthoud HCS Company, ook voor al je Kubernetes Policy Agents. Tot ziens!